Ik ben Taco Nijhoff. Ik tennis hier bij tennisvereniging Oude Rijn. Met heel veel plezier. Ik tennis al sinds mijn 7e. Ik ben nu 45. En vanaf mijn 15e tennis ik in een rolstoel. Op deze club ben ik de enige rolstoeltennisser. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Wat het leuke is dat er gewoon heel veel verschillende spelers zijn waar ik mee kan tennissen. En het belangrijkste voor mij, ik kan gewoon meedoen in de competitie. In een team met niet rolstoeltennissers. Ja, het is hartstikke leuk om met Taco te spelen. Het is een enthousiast teamlid die gewoon met alles meedoet. Speelt technisch ook, durf ik wel zeggen, het beste van alle teamleden. Is nu de verrassing, is het citroen of is het advocaat? Ik heb eigenlijk al jarenlang hetzelfde team. Af en toe verdwijnt er iemand, komt er iemand nieuw bij. Het draait voornamelijk om de gezelligheid. De tegenstander is soms wel eens verrast. Ze denken dat hij alleen maar komt kijken. Dus dan vinden ze het ook leuk. Zeggen ze nou, leuk dat je er bent. Leuk dat je komt kijken. Nou, als Taco zegt, joh, ik doe gewoon mee. Ja, dan zijn ze soms wel eens verrast. De tegenstander moet altijd een beetje wennen. Ik leg het vooraf uit, dan gaat het verder goed. In het begin was het dus wennen, omdat je bal twee keer mag stuiteren. Maar gaandeweg de pot merk je geen verschil meer. Hoor. Tenminste, de Taco was sterk. Dus daar hadden we flink partij aan. Het belangrijkste van deze club is dat ik me welkom voel. Ik word, als ik hulp nodig heb met mijn rolstoel of zo, word ik ergens mee geholpen. Dat ik mijn rolstoel kan laten staan op het park. Kortom, de faciliteiten zijn geweldig hier.